De studenten wordt gevraagd om een keuze te maken voor stay, romantisch mensbeeld en zorg. Of go, de mens die nieuwe grenzen onderzoekt. En allemaal in relatie tot de technoloog. Gevraagd wordt om daarover te filosoferen via beeld. Nou ja, ik heb gekozen voor stay, omdat ik het een beetje zie als je voor kookjes, dat je dan als het ware de aarde weggooit. Ik ben een stayer. Het zit eigenlijk in ons en wij kunnen dat eigenlijk niet negeren. We hadden gekozen voor stay. Stay gaat ervan uit dat de aarde ons eindpunt is en dat we misschien terug zouden moeten naar de ambacht. En dat we moeten kijken hoe we de aarde zouden kunnen redden. En bij de go denk je dat het veel verder kan, dus dat je bijvoorbeeld op Mars zou kunnen leven of dat er nog veel meer mogelijkheden zijn. En dat die ook heel erg te vinden zijn in de technologie. Ik heb gekozen om te blijven, omdat ik het belangrijk vind om onze verantwoordelijkheid te nemen voor wat er hier op aarde is. Je kunt betere technologie gebruiken in plaats van alle technologie af te schaffen en helemaal niks meer te doen. Ik denk eigenlijk dat de bedoeling is dat er een soort van twee kampen ontstaan. Om te kijken of daar samenwerkingen uit ontstaan en hoe dat met elkaar clasht of juist hoe dat misschien juist helemaal niet clasht. Maar volgens mij is het wel de bedoeling dat het echt twee tegenstellingen worden. Ik heb als uitgangspunt gekozen om voor go te gaan. Ja, eigenlijk vanuit een soort gevoel voornamelijk. Ja, we hebben niet gekozen. Ik heb ook vogels gevangen waar ik daar wil ik een soort van installatie van maken. Omdat ik mee wil gaan met de ontwikkelingen, maar toch wat dingen wil behouden van de menselijkheid. Dus wij dachten de ultieme Marsmens die heeft extra neus nodig en kieuwen om aan zoveel mogelijk zuurstof te komen. En daar hebben we foto's van gemaakt dat die op ons bevestigd waren. We hebben voorwerp verbrand omdat vuur een permanente schade is en er is ook een permanente schade aan de aarde gebracht. Uiteindelijk is het deze week wel een beetje veranderd na veel discussies, maar ik ben vanuit het go-gevoel dus wel werk gaan maken en merkte in dat go-idee dat er eigenlijk een soort van, ja, een soort van ongedefinieerd eind aan zit.